Blijft die trainer zitten eigenlijk na komende zomer? Ja. Dat is 100% zeker? Ja, wat mij betreft wel. Tenzij er natuurlijk mechanismes ontstaan. Dat stel voor dat hij nou natuurlijk ineens heel veel gaat verliezen, et cetera. Dan ontstaan er dingen waar je gewoon moet zeggen, heeft dat de toekomst. Hij heeft vertrouwen in zijn werkwijze. Ja. De leerling, Schalk, dat is Schalk een jongen van dat de club. Dat maakt niet uit. Ja. Had jij dit antwoord 2 weken geleden ook gegeven, toen de NAC-wereld er nog totaal anders uitzag? Ja, maar ik doe ook niet mee aan die ophitserij. Op het moment dat je verliest, AZ, eerste 20 minuten, Elson Hooy heeft daar de kans om de wedstrijd open te brengen. Dat gebeurt niet. Komt 1-0 achter, vlak voor de rust 2-0 achter. Het wordt uiteindelijk 3-0. Ja, dan PEC Zwolle kom je met een lucky voor. Suk. Tweede helft. Hadouier met een penalty. Daarna die bal die over de zijlijn had gemoeten bij Sepp. Het zijn allemaal foutjes. Ja, je raakt 1-2 achter. Maar dan moet je niet in paniek raken. Anderzijds durf ik ook te zeggen, de wedstrijd bij Heracles was niet goed. Hadden we kunnen verliezen. Maar is zijn werkwijze goed? Heb je dat al gezien? Ja. Want jij bij de jeugd heb je dat al gezien. Is Goodell een goede trainer van NAC? Ja, zoals ik het nu zie, want ik ben er nu 2 weken, is hij ontzettend bevlogen, is er ontzettend mee bezig. Maar dat ben jij ook. Maar jij bent geen trainer, dus dat gaat niet om bevlogenheid. Is zijn methode goed? Ja, vooralsnog wel. Ik bedoel, ik zie daar nog geen reden om daarom. Er is wat kritiek op zijn presentatie, er is wat kritiek op zijn speelwijze. Het is allemaal te saai, te defensief, te voorzichtig. Anderzijds denk ik dat het op zich wel logisch is. Je speelt met 4 man achterin, je speelt met 2 mensen gecontroleerd, dus 6 en 4 aanvallen. Ja, ik denk op het moment dat je eenmaal een spelsysteem hebt wat gewoon klopt, waar iedereen zich happy bevoelt, dat je dan ook wat aanvallender kan gaan spelen. Maar dan betekent ook dat je kwetsbaarder wordt achterin. Ja, één vraag nog over Gábor Babos. Mij bereiken berichten dat hij volgend jaar de keeperstrainer bij NAC gaat worden. Dat het vervolg van zijn carrière is. Dat zou voor Gábor heel leuk zijn, maar niet dat ik het weet. Dus Arno van der Zand zit als keeperstrainer, als assistenttrainer. Ja, zijn contract loopt af. Hij is veel meer dan alleen keeperstrainer. Maar ik heb nog niet met Gábor gesproken. Er zijn op dit moment 10 of 12 contracten die aflopen. Met een aantal jongens die toch op belangrijke posities zitten. Nou, daar gaan we gesprekken in. En sommige jongens willen misschien nog wat anders. Maar ik kan me heel goed voorstellen wat Gábor, want die is 39. Die is aan de volgende stap toe. Ja, dat hij wat anders wil met zijn carrière. Het zou zomaar kunnen gebeuren.